Citroën heeft naam en faam gemaakt met zijn grote berlines. Zeer luxueus, zeer comfortabel en naar design toe altijd met een klein hoekje af. Dat spoor zijn de Fransen de laatste jaren wat bijster geraakt. Maar met de C5X zijn ze back on track. Het is te zeggen, als je naar design kijkt, een hoek is er alleszins al af. Of hij ook even luxueus is en even comfortabel als zijn voorvaders, wel, dat is de vraag van vandaag. We hebben deze Citroën C5X uiteraard al ruimschoots gecoverd in ons magazine. Wat betekent dat je alle schrijfsels daarvan terug kan vinden op autogids.be. Ben je dan toch op onze website, check dan zeker ook eens ons ander nieuws en de info die je kan vinden. En natuurlijk ook onze andere tests. Dus, eindelijk nog eens een echte Franse Citroën. Comfortabel, luxueus. Ja. Speciaal inderdaad. Van design. Ja, we moeten wel zeggen, het is eigenlijk ook wel een stuk een Chinese auto. Oei. Ja, hij wordt in China gebouwd, dus niet in Frankrijk. Ja. En Citroën heeft hem ontwikkeld samen met zijn Chinese partner Dongfeng. En zij bouwen ook de auto. Dus het is geen Frans comfort, het is Chinees comfort? Ja, zeker. Ja, het is hoe je het noemt. In China trouwens heet hij Dongfeng Citroën C5 Versailles. Dus nog Franser eigenlijk dan ja, nog de Fransen. Dan in Europa, ja. Inderdaad. Ik heb in de inleiding wel verwezen naar de CX en de DS van destijds. Mag dat dan? Ja, absoluut. Ja, dus het is een C5. Er zijn al eerder C5's geweest bij Citroën, maar dat waren dan klassieke Berlines eigenlijk. De eerste C5 is van de jaren 90 en de tweede is van 2007, denk ik. Voor alle duidelijkheid, dit is de opvolger daarvan, toch? Hè? Ja, dit is de opvolger, maar dat was natuurlijk ook al de C5 Aircross. Hè? Dat is meer een SUV-achtig model. Dit is eigenlijk het tweede C5-model bij Citroën op dit moment, de X. En dat is een soort van tussenvorm tussen berline, break en een klein beetje crossover. In de zin dat hij iets hoger staat. Ja, het is daar dat ik naartoe wou, want hij ziet er wel zeer apart uit. Hè? Hier van voor is nog redelijk. Hij herkent er wel de typische Citroën-stijl in, maar hoe meer dat je naar achter gaat, is echt... Ja, het is een tussenvorm. Het laat zich niet echt eigenlijk voor één gat vangen. Het zit zo'n beetje tussen verschillende categorieën in. Je ziet het hier van achter. Het is een schuine achterkant, dus een vijfde deur weliswaar, maar ook niet echt een breekkoetswerk. En je ziet ook, het zijn grote wielen en hij staat er nogal hoog op. Ja. Dus... En dan met die spoiler daar van achter en zo. Ja, nee, voilà. Echt wel... Die twee spoilers, ik vind wel, die verknoeien een beetje de zuiverheid van de lijn. Hè. Je hebt hier een vleugel, Ik ga er wel vanuit dat ze een functie hebben. Ja, het is voor de aerodynamica. Voor de aerodynamica, vanzelfsprekend. Ja. Anders met zo'n schuine achterkant, als je daar geen spoiler hebt, dan heeft hij de neiging om eigenlijk van achter los te komen van de grond bij hoge snelheden. Maar goed, het is een volledig nieuwe designstijl. Ik wil zeggen, hier zien we geen DS, geen CX terug. Het is een nieuwe, moderne taal van Citroën. Hè? Ja, inderdaad. Vooraan, we zullen misschien nog eventjes hier naar de koplampen. Dat zie je nu wel bij meerdere, ook de C5 Aircross. Die heeft nu een facelift. Ja, En ze hebben allemaal zo'n beetje dat V-vormig profiel in de koplampen. Daar kan je nog een verwijzing in zien naar de CX van de jaren 70. Die had ook zo diezelfde vorm. Maar over het algemeen is het wel de C4. Ja. Die heeft dat ook toch? Een beetje die neus. Nog een vraag over design. Want Pierre Leclerc deelt daar nu de lakens uit. Hè? Ja. Bij Citroën, is hij dan ook degene die dit getekend heeft? Eigenlijk, het basisidee van de C5X dateert al van voor zijn komst. Ah, oké. Okay. Ja. Citroën heeft toen een aantal conceptauto's gemaakt waarin deze ideeën over een groot stuk verwerkt zaten. Maar het heeft eigenlijk toch wel opvallend lang geduurd eer ze daar uiteindelijk dan de knoop hebben doorgehaakt en daar echt een productie van hebben gemaakt. Als je nagaat wanneer dat de laatste C5 uit productie is gegaan en wanneer deze nu gekomen is, is er echt wel een aantal jaren tussen. Hè? Ja, er zitten een aantal jaren tussen. Ja. Natuurlijk, wat dat ook meespeelt bij de hoe ze hun gamma uitbouwen, is het feit dat ondertussen ook Opel is bij de PSA, ondertussen Stellantis groep gekomen. Ja. Je hebt dan ook nog Peugeot, dus dat betekent je hebt een 508, je hebt een Insignia. Dus eigenlijk hadden ze al twee grote familiale berlines. Ja. Dus
Het is niet onlogisch dat ze eventjes even moeten nadenken, een beetje moeten positioneren van ja, als we nog een Berline maken... Ja. Dat de puzzel in het geheel past. Voilà, qua. Hoe puzzelen we die eigenlijk in elkaar? Ja. Dus, het is wel interessant dat je die twee aanhaalt, want op welk chassis staat deze dan? Deze staat op het EMP-platform, zoals eigenlijk bijna alle modellen van Citroën, ja. Peugeot, ondertussen ook Opel, DS. Het is de derde generatie van het EMP2-platform, zoals de Opel Astra, Citroën, de DS4. En de 308. De Peugeot 308, onder andere. Ja. Dus deze ook op een langere versie van dat platform. Ja. Ja. Maar dat betekent dat hij ook mechanisch en qua motoren inwisselbaar is als die andere modellen. Ja. Het EMP2-platform. Ja, zoals ze net al zei, dan ga ik ervan uit dat mechanisch dat die ook de motoren inwisselbaar zijn met wat de rest van de Stellantis-groep. Allee, de modellen daar. Dat er qua motoren beschikbaar is, dat kennen wij al uit 308 enzovoort. Ja, ja. Het is wel zo, er is geen diesel beschikbaar in dit model. Hoi? Nee, dus je kan geen diesel krijgen in de C5X. Wel twee gewone benzinemotoren. Ja. Dus de 1.2 driecilinder van 130 pk en de 1.6 viercilinder van 180 pk. En dan heb je de oplaadbare hybride. Zoals hier. De plug-in hybride. Dat is diezelfde 1.6. Maar dan in combinatie met een elektromotor. En dat is dan 225 pk in totaal. Ze hebben bij de groep toch ook nog een straffere hybride. 360 pk, dacht ik, en 4x4. Ja, ze hebben van die combinatie. Hebben ze verschillende versies. Maar het blijft enkel bij die 225 pk versie. Oei. Ja. Ja. Ik ga ervan uit. Allemaal automaat? Allemaal met achterrapsautomaat. Ja. Zo futuristisch als hij is van buiten, ik ga niet zeggen klassiek, want hij ziet er wel redelijk modern uit. Maar ik wil zeggen, het is toch minder uitgesproken dan aan de buitenkant, het interieur. Ja. Wat vind je ervan? Is het goed gedaan? Ik vind het op zich niet slecht gedaan in de zin van, Citroën is niet te ver gegaan in zijn digitalisering. Bijvoorbeeld, kijk, de airco, dat is nog met klassieke koffie dat je dat biedt. En ze voelen eigenlijk nog goed aan ook. Hier ook op het stuur, gewoon een klassieke knoppen, geen veeg toestanden of zo. Ja. Dus die bediening zit redelijk goed. Het aanraakscherm is op zich niet slecht. Het is hetzelfde TomTom-systeem als in de 308 Astra enzovoort. Ik zie daar wel maar twee knoppen voor. Ja, je hebt twee knoppen en je moet redelijk veel met dat aanraakscherm in de weer en bijvoorbeeld om in te zoomen. Dat zorgt eigenlijk te veel aandacht op voor wat we mogen. En is het snel, de bediening? Of? Het kan nog iets sneller wel. Ja, en afwerking dan, want ik vind het wel redelijk oké waar ik aankom. Maar als ik dan hier naar kijk, ik zie dat er al krassen op zitten. Ja. Dat is toch niet... Afwerking zo in grote lijnen, ook voor de prijs, zeker oké, vind ik. Er zit wel wat leuke materialen op. Hier van boven mooi zacht plastic. Hier eigenlijk best stijlvol, dat je een soort van geribbelde kunststof. Hier inderdaad een goedkoop zwart glanzend plastic. Altijd een beetje jammer, hè. Dat zit zo net hier. Letterlijk een valse noot in wat voor de rest eigenlijk wel... Letterlijk een valse noot, inderdaad. Hier ook leuk in de deuren zitten de dubbele chevrons van Citroën verwerkt. Ja. Dat motiefje zit ook in de stoelen, zie ik. Ja, inderdaad. Ja. Over de stoelen gesproken trouwens, een zeer comfortabele fauteuils. Ja, dat zijn die advanced comfort. Ook, Dus ze zijn echt zachte kussens en je zakt er relatief diep in. Ja. Qua steun aan de zijkanten redelijk goed, maar het is echt een heel aangenaam om in te zitten. Dit is echt Frans comfort, hè? Ja, dat zijn echt de typische Franse stoelen. Ja, ja. Nog iets typisch dan misschien? De koffer, hoe zit het daarmee? De koffer is redelijk groot, 545 liter standaard. Ja. Dus het is echt een diepe koffer, natuurlijk is het met een heel schuine achterruit. Dus het is geen break. Nee, oké. Okay. En vanachter? Vanachter zit je ruim. De wielbasis is redelijk lang, maar dat betekent dat je eigenlijk nooit met je knieën tegen de voorstoelen zit. Dus, en bovendien ook, je zou denken dat de hoofdruimte door die schuine kofferklep dat eigenlijk nogal tegenvalt, maar je raakt met die hoofdattack niet. Ja. Zelfs als je boven de 1,80 meter bent. Okay. Een grote Citroën, dan ga ik ervan uit dat de Fransen voor de afstelling van het chassis gefocust hebben op comfort. Ja. Daar ligt inderdaad wel de focus op gevoeld. Het is een auto die qua schikknipping echt wel een stuk vergevingsgezinder is dan we gewend zijn eigenlijk. Zelfs bij de grote auto's. En schokdemping, ja,
hydropneumatisch, dat zal uiteraard niet meer, maar zit er dan bijvoorbeeld luchtvering onder of zo? Nee. Het is gewoon een klassieke ophanging van een klassieke veertempercombinatie, zoals in een Peugeot 308. Ja. Wat hij wel heeft, zijn die hydraulische aanslagpunten. Hè. Dat is, ja, dat is gebruikt al een tijdje op een groter model, ja, Citroën. Ja, ja. De C5 Aircos heeft dat bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar hebben ze hier ook onder gestoken. Maar het is wel, je hebt echt wel het resultaat van een auto die die onevenheden absorbeert. Natuurlijk niet zoals een DS of een CX het vroeger kon. Nee. Die hydropneumatische ophanging. Maar goed. Maar ja, goed, ja, kijk, we nemen nu een bocht. De DS en de CX, ja, die gingen wel een heel stuk meer kanten. Dus er zit ook wel wat dynamiek in die auto, toch? Ja, voldoende. Ja. Over dynamiek gesproken, hoe zit het met verbruik? Ja, kijk, dus dit is een plug-in hybride en hij doet wat ongeveer alle plug-in hybrides doen. Het is ongelooflijk afhankelijk van hoe je oplaadt natuurlijk. Ja. Hè. We hebben een batterij van 12,4 kWh en daar kan je ongeveer 50 kilometer mee rijden. Toch? Ja. Dus dat betekent dat je kleine 25 kWh per 100 kilometer verbruikt. En dan na 50 kilometer, eens de batterij leeg is, dan zit je op een gemiddelde van een 9 liter per 100 kilometer. Wel stevig. Ja, dus in beide gevallen is dat wel een stevig verbruik. En dat is ook het gemengde verbruik natuurlijk. Maar dat is heel hard afhankelijk van hoe je oplaadt. Wat ik me wel afgevraagd heb, want ja, je hebt een eerste test gedaan, dus je hebt met alle motorisaties kunnen rijden. Die in 1200, valt die niet te licht uit? Want ik vermoed dat met zo'n koets gaat die toch wel een pak verbruiken. Ik vond dat niet. Die is een heel stuk lichter, omdat hij een batterij niet aan boord heeft. Het is een 3-cylinder, dus die is sowieso, het is een compacte motor. En ik vond dat eigenlijk wel een heel interessante combinatie. Ik denk dat hij een 7 liter per 100 kilometer verbruikte. En die was zeker niet te mager voor deze auto. Ja, okay. Grote auto, dan ga ik er ook vanuit dat er een groot budget tegenover staat. Hè? 40.000 euro? Valt nogal mee. Als je de prijs per lopende meter bekijkt, dan is het eigenlijk een stuk lager dan wat je zou denken. 33.000 euro. Nee. Ja, dat is ongeveer 33.000 euro. Dat is de startprijs voor de 1.2 natuurlijk. Ja, hè? In basis. De 1.2. Ja. De 1.6 die zit over de 41.000. En dan deze plug-in hybride, dat is dan al over de 44.000. Dus... Ja, zelfs dan blijft dat eigenlijk... Toch heel schappelijke prijzen. Dat valt wel redelijk goed mee, want als je vergelijkt met bijvoorbeeld een Skoda Superb of Peugeot 508, Volkswagen Passat, dat zit allemaal een stuk hoger qua prijs. Dus Citroën doet het op dat vlak wel goed. Mooi, knap gedaan. Goed, Hans. C5X. In welk vakje gaan we hem positioneren? Ja, dat is het ding natuurlijk. Hij valt zo niet echt voor één gat te vangen. Hij valt wat tussen verschillende categorieën in. Het is een vreemde eend, om het in Citroën-termen te zeggen. Absoluut, ja. Maar op zich, inhoudelijk, als je een auto even gaat ontleden, het is eigenlijk wel een heel eenvoudig en doeltreffend aanbod. Het is een ruime familiewagen met een groot interieur. Hij is comfortabel, hij verbruikt niet zoveel en hij kost ook niet zo heel veel. En dat is uiteindelijk iets wat veel mensen zoeken in een familiewagen. Dus in die zin... Ik vind het wel een doeltreffend aanbod. Hij ziet er een beetje gek uit. We zullen zien of de formule aanslaagt. Citroën heeft niet echt de traditie van goed te scoren in de hogere prijsklasse, laten we zeggen boven de 30.000, 35.000 euro. Maar goed, we zullen het zien. Maar hoe dan ook, het is wel een interessant aanbod. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel Hans voor je deskundige uitleg. Meer van onze videoverslagen vind je uiteraard op ons YouTube-kanaal. Mocht je geen enkele willen missen, kan je je gewoon abonneren. Tot de volgende.